Breda Nu. Je weet het meteen. Hallo Breda, het is weer weekend. Mijn naam is Bart en ja, helaas zitten we dit keer niet in de Green Room. Maar dat maakt niet uit, want we gaan alsnog gewoon door met weer een nieuw weekoverzicht. In de projectruimte van het Stedelijk Museum Breda konden kinderen meebouwen aan een universum onder begeleiding van de museumdocenten. En de kinderen mochten hierbij zelf bepalen hoe ze dat zouden ontwerpen en hoe het eruit kwam te zien. Dus daarom gingen wij langs op de laatste dag om een kijkje te nemen naar wat nou eigenlijk het eindresultaat was geworden. Hier centraal staat ook een kunstenaar en dat is Hubert Leijendekkers. En hij laat zich inspireren al vanaf kinds af aan. De kunstenaar is Breda's kunstenaar die al 84 jaar oud is. Maar van kinds af aan laat hij zich inspireren door het heelal. En dus vandaar dat we leerlingen en kinderen naar beneden gaan kijken, inspiratie opdoen. En dan vervolgens hierboven mee gaan bouwen aan het heelal. In het voorjaar en in de zomer organiseert NAC sokkencamps. En hierbij kunnen kinderen van 6 tot en met 15 een training volgen, gegeven door een echte voetballer van het eerste elftal van NAC. En ook is er misschien de kans dat kinderen gescout worden. Nou, dit zijn allemaal kinderen uit de regio. Uit de regio Breda, die een driedaags voetbalkamp hebben bij Beek Vooruit. En dat zijn zeker niet alleen jongens van Beek Vooruit, maar dat zijn ook jongens van clubs uit de directe omgeving. En we gaan met die kinderen 3 dagen lekker voetballen, werken aan de techniek. En zorgen dat ze een geweldige 3 dagen hebben in de meivakantie. Ja, het gaat wel goed, maar een paar dingetjes kunnen wel beter. Het gaat best wel goed. Sommige foutjes, maar ze zei dat het niet uitmaakte. We pasen en dan moeten we omschakelen, ook open draaien, kaatsen en ook een beetje techniek. Zitten daar dan ook nog wat talenten tussen? Jazeker. Ja, en we doen dit kamp bijvoorbeeld ook bij Go Ahead Eagles. En er zijn ook al een paar kinderen die zijn doorgestroomd naar de BVO. En ja, hier kijk, als er echt grote talenten bij zitten, dan speel ik die namen wel door naar de club. Ja. Dan speel ik zo door naar NAC. Deze week was er ook weer de Makerspace in de bibliotheek De Nieuwe Vesten hier in Breda. En hierbij konden jongeren aan de slag met allerlei equipment, zoals lasersnijders, 3D-printers en een hoop andere tools. Ook konden ze leren coderen onder begeleiding van de Makerscoaches. Zou je ook wat kunnen uitleggen over die CodeCube? Want heel veel mensen die snappen denk ik niet hoe je van een stuk karton kan leren programmeren. Nee, dat is ook logisch. Nee, de CodeCube is een tool. En dat is een interactieve en fysieke tool waarmee kinderen dus websites kunnen maken. En het leuke daaraan is dus dat we analoog en digitaal combineren. Dus het is een digitaal lesprogramma op de tablet ook. Met allemaal spelletjes, video's, quizjes. En dan heb je de kartonnen borden. En daarop kunnen ze met stickers kunnen ze echt codes maken. Kunnen ze zelf een design tekenen. Kunnen ze helemaal losgaan met een ontwerp en daarop maken ze de website. De Makerspace is een nieuwe plek, of het bestaat nu een jaar binnen de bibliotheek. Een initiatief van de Nieuwe Vesten om maken en creativiteit te stimuleren bij jongeren. En wat ga je programmeren? Een website. We zijn een website aan het maken. Ja, dat hebben we inderdaad zelf bedacht. Tijdens het afstuderen hebben we dit eigen lesprogramma helemaal ontwikkeld. En hem zelf bedacht en alle lessen bedacht. Getest ook met basisschoolkinderen. En het is nu sinds ongeveer 2016, 2017 is het op de markt. Slingeren in de touwen, in het klimrek hangen en de vloer is lava. Jazeker, ik heb het over apenkooien. Helaas mag het op scholen niet zo vaak meer, maar volwassenen die nog op zoek zijn naar een flinke dosis nostalgie, kunnen nu in Breda dus gewoon apen kooien. En laatst was een speciale editie waarbij het glow in the dark was, dus daarom gingen we even een kijkje nemen. Ik heb de glow over apenkooi bedacht. Dus de apenkooi gym is van apenkooi gym. En het idee om dat in glow te doen met een disco en alles, dat heb ik bedacht. En wij zijn van een nieuwe mensen leren kennen en wij organiseren 200 events per week. En apenkooi hoort daar helemaal bij en dat past er helemaal in. Dus we zijn een soort samenwerking aangegaan om dit event uit te lichten. En wat zou jij nou tegen de mensen willen zeggen die zeggen apenkooi, dat is toch alleen voor als je op de basisschool zit? Ja, ik ben het daar zelf niet echt mee eens. Maar ik denk dat die mensen vooral gewoon zelf eens een keer moeten proberen. Want als je echt helemaal zelf erin opgaat, ik heb echt super fanatiek mijn benen uit mijn lijf gerend. Dus dat is gewoon echt super leuk. En vooral een keer proberen en dan
kan je daarna zelf een oordeel trekken. Hartstikke leuk voor volwassenen. Cool. De sfeer, de muziek, het blacklight, hele leuke groep, lekker sportief bezig. En ik doe elke week een stukje hardlopen, maar ik zweer het je, mijn longen gaan hier zo uit mijn lijf en mijn hart ging eruit. Hele goede cardio. Iedereen moet gaan apenkooien. Yo! Ja, je hoort mensen altijd wel zeggen, lachen is gezond, lachen is het beste medicijn. Maar ja, daarvoor moet je natuurlijk wel lachen. Dus daarom gingen wij de straat op om te vragen wanneer Breda voor het laatst hard heeft moeten lachen. Wanneer heb jij voor het laatst echt gewoon hard moeten lachen? Gisteren. Ja, eigenlijk van de week nog wel, ja. Ik lach heel vaak hoor. Ik werk in de horeca, dus ja, dan lach je heel vaak. Hè. Oh, net nog aan tafel tijdens de lunch? Ja. En waar ging dat dan over? Van een filmpje die ze van mij had gemaakt. En wat gebeurde er toen? Ja, een vriend van mij had zijn hand verbrand. En ja, toen moest hij fucking hard schreeuwen. En ik kon die dan niet meer in zich houden. Waarop iedereen in de zaal hem nogal awkward aankeek. Ik had er van de week een binnen staan die wel met een mooi verhaal kwam. Die terug was van het niet meer alcohol drinken en zei van ik ben er zo blij mee. En 3 cola later werd de eerste bako al besteld. En dan 5 bako's later, dan komt er een verhaal uit en je denkt van ja, dan blijf je toch eigenlijk wel lachen met de mensheid, zeg maar. De man ook gelijk als eerste een café op zoekt om te vieren dat hij van een drank af is. Dat vind ik wel leuk. Hoor. Dus. Ook deze week hebben we natuurlijk weer een foto van de week. En dit keer is van Onze Lieve Vrouwenkerk hier gewoon in Breda. De foto is gemaakt door Tamara Verhoog. Heb je zelf nou ook een mooie foto gemaakt? Wees dan niet bang om op te sturen naar redactie. @bredanu.nl. Ja, lieve kijkers, dat was het alweer voor deze week. Volgende week is het Jazz Festival. Dus slaan we even het weekoverzicht over. Maar daarna ben ik weer terug met de laatste nieuwtjes en highlights van in en rondom Breda. Zoals altijd een fijn weekend en houdoe. Breda Nu. Je weet het meteen.